De picknick van Nijmegen tegen racisme is afgelopen zondag kort verstoord door extreemrechtse demonstranten die uit Rotterdam kwamen. De politie heeft moeten ingrijpen nadat een van de tegendemonstranten met glas en vuurwerk naar de organisatie van de picknick gooide. Onder begeleiding van politie te paard werden de extreemrechtse demonstranten afgevoerd.